Wil van Delft van het programma Deels Blauw. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, welkom hier in het programma. De reden dat we u of jij, wat mag ik zeggen? Zeg maar Steven, ja. Steven, uitgenodigd hebben is vanwege die nieuwe single Naar de Zevende Hemel. Ja. Is een mooie single geworden, Steve. Ja, absoluut. Vanavond heb ik opname voor de Vlaamse Top 10. Die is onmiddellijk geprogrammeerd. Die doet het heel goed. En inderdaad, ja, dat is inderdaad een hele mooie single, ja. Ja. Ik draai dus juist een fragment van een andere single, In de Armen van de Nacht. Van wanneer is die uitgekomen? Dat is, die stond op het vorige album, In de Armen van de Nacht. En ook op het laatste album, 15 jaar feest, 15 jaar Steve Stieris. Ja. Dat is een Franstalige cover, dat is een hele mooie eigenlijk, ja. Ja. Wat ook bijzonder is, dat is dat je nu ook eigenlijk begonnen bent met een eigen platenlabel, hè? Ja, inderdaad. Ik heb een eigen platenlabel waar ik huidig en nieuw talent zal opplugen. Maar ook uiteraard mijn eigen songs, mijn eigen platen die ik nog ga uitbrengen in de toekomst. Dat gaat allemaal op dat label staan. En ja, daar ben ik natuurlijk fier op. En dat was nog één van mijn dromen. Ja. Die eigenlijk uitkomt. Dus ja, heel fijn. Heel fijn. Wat schreef je in een begeleide schrijver? Want de muziek is en blijft een passie in mijn leven. Inderdaad, ik schrijf zo'n 70% van mijn lied zelf. En dat is een passie, een microbe, dat zit in mijn bloed, hè. Dat zit er gewoon in. En, die teksten worden dan ook vooral 's nachts geschreven, omdat ik dan, we zijn natuurlijk een ander leven artiest. Mm-hmm. Een ander bioritme, en dan schrijf ik vooral 's nachts veel teksten. Ik heb gelezen, ik lees De Volkszanger van Vlaanderen. Ook wel de nieuwe Eddie Wardy, ook wel de Vlaamse Frans Bauer, klopt dat een beetje? Nee, ik ben de bekroond af Polonaise koning door Frans Bauer en Eddie Wally. En daarom de link naar die twee artiesten, maar elke artiest heeft zijn eigenheid en is zichzelf. Er is maar één Steve Tillis ook bijvoorbeeld, en er is ook maar één Eddie Wally en één Frans Bauer. Ja. Dus Steve Tillis is puur zichzelf en heeft een aparte stijl, hè. Voilà. Aan de andere kant, is het, als er vergelijking is natuurlijk, het zijn ook twee topnamen natuurlijk, op zich is daar niets verkeerd mee. Uiteraard, er zijn twee topnamen, hè, dus ik treur daar niet om, dus dat mag wel, de link leggen naar of vergelijken, maar blijf erbij dat ik eigenlijk vooral mezelf ben. Ja. Is ook een single geweest met Mark Koeken, hè? Dat vond ik sowieso een aparte single die hier toen veel gedraaid is. Hè? Het is weer een koekenbak. Was dat een eenmalige samenwerking? Het is weer koekenbak. Dat was meteen ook mijn volledige doorbraak in Vlaanderen en een stuk in Nederland. En dat was meteen goed voor een nummer 1 voor een paar weken. Ja. En dat was, ik heb fantastische dingen met Mark Koeken beleefd en gedaan. Maar Mark is een zakenman en Mark heeft andere projecten klaar liggen. Het is die vooral ook voor de fun gedaan, omdat ik dat ook graag doe gewoon. Dus dat blijft uiteraard bij een samenwerking. Dat is geen zanger. Ja. Je hebt al veel grote optredens gedaan, hè? Onder andere Slager Festival in België, wat in België eigenlijk nog veel populairder is als in Nederland. Is het dit jaar weer dat Slager Festival of niet? Ja, inderdaad. En ik sta ook bijvoorbeeld op 25 augustus. Sta ik op Camping Kitsch, dat komt nu ook naar Nederland. Ja. Voor 25.000 mensen. 25.000. Ja. Ik heb ook het Sportpaleis al gedaan in Antwerpen. Ja. En ik sta op de grotere slagerfestivals in Vlaanderen overal. En dat is natuurlijk mijn passie en mijn dingen. Ja. Er was wat je net zei, Sportpaleis in Antwerpen, was dat in 2010? Dat optreden. Klopt. Dat was een optreden voor 10.000 mensen, wat je zei. Dat was met Frans Bauer en met Iwali en met nog vele andere grote namen. Ja. Dat was het Polonaise Festival. Ja. Steve, ik heb het veel gevraagd ook aan collega's van jou. De muziek, de Nederlandstalige muziek, dat hebben we het dan over. De Nederlandstalige muziek in België en in Nederland. Wat vind je ervan? Zit daar een groot verschil tussen qua muziek? Ik denk dat wel, want ik hou enorm van de Nederland heeft ook zo alle jaren
Polonaise album, waar het, dat is de Polonaise op staan, dat was een festival ook, denk ik. En dat is, ik hou toch wel van de Nederlandse muziek, René Schuurmans, Jannes, om er maar twee te noemen. Ja. Dat zijn toch mensen waar ik toch wel, ja, gemakkelijk zou kunnen tussenstaan in de zin van mm-hmm. de stijl, de sociaalheid, de bereikbaarheid, de volksheid van die mensen. Dat kun je een beetje vergelijken met mijn stijl ook, eigenlijk. Ja. Is er dan ook qua optredens, ik weet dat je in Nederland of België natuurlijk optredens voor het publiek, is dat ook totaal anders tussen België en Nederland? Ja, de Nederlanders die zijn nog meer chauvinistischer, hè. Die gaan nog meer uit een bol. Hè. Dat is, ik ga alle jaren naar de toppers in concert in Nederland en als ik daar dat volk zie, die cafeetjes, die... Dat feestplein daar, als je aankomt, ja, de Nederlanders zijn net nog iets gekker dan wij. Ja, dat is mooi. Leuk, hè? Ja. Steve, we zei het al in het begin van het gesprek, dat nieuwe platenlabel, dus jij gaat ook eigenlijk nieuw talent naar voren brengen. Ik ga nieuw talent scouten, nieuw talent ontdekken, dat is bij mij ook een passie. Om in de toekomst ook die mensen een kans te geven en te begeleiden en te promoten en het juiste pad te bewandelen, ja. Te laten bewandelen eigenlijk. Ik heb er zelf 15 jaar aan gedaan om echt eigenlijk te staan waar ik nu sta, dus om echt, het is een lange weg geweest, maar enerzijds is het wel goed dat ik dat stelselmatig kunnen doen, het jaar per jaar klimmen. Mm-hmm. Want als je bijvoorbeeld in zo'n wedstrijd als Idool, als winnaar eruit komt, is het allemaal veel moeilijker en duurt het meestal allemaal ook niet zo lang. Als je dat begrijpt. Ja, natuurlijk. Loopt er dan veel nieuw talent rond in België? Absoluut. Ik heb wel wat mensen waar ik op toekijk, die ik in het oog hou, waar ik binnenkort gesprekken zal mee voeren. Ja. Ik heb zo'n jonge KD, Michael Venicio, denk ik, Venicio, ja, yeah. In Vlaanderen, dat is volgens mij een groot talent. Ja. Eventjes in het kort, de nieuwe single, Na de Zevende Hemel, de tekst, waar gaat het nummer over, Steve? Ja, dat ik eigenlijk met een vlieger ga vliegen, met mijn sportvliegtuigje. Ja. En dat kan haar vraag, met mijn liefde en mijn passie is zo groot voor haar, ja. Dat kan haar vraag van ja, vlieg de men naar de zevende hemel met mij. Ja. Ja, dus onder ons tweekers, dat is een beetje het verhaal. Hè. Ja. Er zit ook een mooie videoclip bij, hè? Staat op YouTube, hè? Bij dit nummer is er een mooie video bij gemaakt. Ja, absoluut, ja. Even voor de luisteraars, als zij meer willen weten over Steve Tielens, dan kunnen ze dat vinden, want ja. Er is een mooie eigen website, www.stevetielens.be. Ja, dan kunnen ze alle informatie vinden die ze graag willen weten. Optredens, nieuwtjes, wij gaan binnenkort jodelen in Tirol. Your lady! Wat ga je dat doen? Wij gaan jodelen. Ga jodelen? We gaan jodelen in de bergen. Van 6 tot 10 april. Leuk. En zijn we klaar. En wie gaat er allemaal mee? Allemaal supporters, hè, en fans. Hè. We zijn al met een hele bende, dus moesten er nog mensen zijn uit Nederland of België die willen meegaan, ja. Wij gaan daar jodelen. Nou. Dus wij gaan daar... skiën, maar vooral veel apperskiën, denk ik. Ja, ik denk het ook. Dat zal best wel een hele plezante reis worden, denk ik. Daar moet je niet aan twijfelen. Steve, ik ga je in deze plaats heel erg bedanken dat je vanmorgen hier live hier bij ons in de uitzending was. En een afsluitend laatste woord van jou richting al die mensen die meeluisteren. Heel graag gedaan, met heel veel plezier. En ik hoop nog veel muziek te kunnen maken en veel mensen gelukkig en blij te kunnen maken. Het ga je goed. Tot de volgende keer. Bedankt. Dag. Doei. De volgende keer, hè? Doei. Doei. Doei.